het waait in Nederland en niet zo'n beetje ook. We staan hier bij de spottersbaan bij Schiphol, de Oostbaan. En dat is de enige plek hier bij Schiphol die nog open is. Zo'n 80% van de vertrekkende vluchten zijn geannuleerd. Maar er komen ook nog wel wat vluchten binnen. Het waait hard, het waait keihard. En we zijn hier op de spottersplek om eventjes ook met een aantal mensen te praten wat ze hier doen op deze winderige dag. En ook uiteindelijk te kijken hoe het de vliegtuigen vergaat. Want daar komt er weer één binnen die toch nog wel moeite heeft om vaste grond te krijgen. Maar die heeft het gered. Meneer, u komt hier heel eventjes kijken. Ja, even naar het spektakel kijken. Dat maak je niet altijd mee. Nee, maar komt u hier alleen nu voor de vliegtuigen, maar ook de combinatie dat het heel hard waait? Nou, ik ben op weg naar mijn werk in Amstelveen. En toevallig zag ik dat onderweg dat de vliegtuigen al heel erg heen en weer gingen. Ja. Dus ik denk, nou, toch even kijken. Ik was ook al bij de polderbaan geweest. En onderweg viel er ook vlak voor mijn auto een boom over de weg. Okay. Dus daar kon ik nog net op tijd voor rennen. Ja, want die bomen, dit zijn nog jonge boompjes, maar het is misschien wel aardig om even te laten zien. Daar is een boom achter die auto, die heeft het ook al begeven. Nou, dus gewoon eventjes kijken wat er allemaal gebeurt en hoeveel vliegtuigen eraan komen. Ja, bij de polderbaan gingen ze flink tekeer hoor, dat ik zag. Maar ik heb Planefinder op mijn telefoon. Ja, en dat is? Zo'n app kan je zien waar de vliegtuigen landen. Maar op de polderbaan landen ze al niet meer. Nee, dit is volgens mij ook de enige baan waar ze nog landen. Ja, ja, want net landen ze, net werd er daar nog volop geland, maar ik zie niks meer. Ja, dit is een vrij korte baan, toch? Geen idee, ik ben geen vliegtuigspotter. Nee. Nou, nog heel veel plezier ermee.